Yo allemaal en welkom terug bij natuurlijk een gloednieuwe video op mijn kanaal. En vandaag gaan we weer een nieuwe auto pimpen, namelijk de e-wagon. Deze is geïnspireerd op de Audi, natuurlijk van Real Life. En deze is afgelopen donderdag nieuw toegevoegd aan de game. Ik wil hem in ieder geval proberen wat lager aan de grond te gaan zetten. Maar dit is natuurlijk een auto die je redelijk vaak rond ziet draaien. En ik merk nu al gelijk dat hij erg snel optrekt. Zo. Het is in ieder geval natuurlijk ook een elektrische auto. We gaan even kijken wat we daarmee aan kunnen pimpen. What brings you in today? Ben heel erg benieuwd. Het is natuurlijk een hele mooie auto. Vooral als hij helemaal naar beneden toe gezet is. Maar goed, dan gaan we even beginnen met de bumpers. Dit verandert vooral de grill gewoon aan de onderkant. Ik vind de standaard denk ik het mooiste. Dan maakt hij de grill weer groter en dat vind ik ook niet heel mooi. De reflector. Die worden dan aan de zijkant toegevoegd. Ik vind deze ook gewoon standaard het mooiste. Motorkap. Oké. Carbon ga ik hem in ieder geval niet maken. Nee, ik vind die racehoed wel mooi. Lampies. Deze. Neon kit. Weet ik nog niet. Livery. Dit is nog best wel gaaf eigenlijk ook. Oh. Ik denk dat het gewoon een grap is dat je deze auto niet heel veel van kleur kan veranderen. Wat nou als ik hem... Eerst even een respray. Wat nou als ik hem wit maak? Dat maakt dus echt gewoon helemaal geen verschil. Oké. E-wagen in het wit of in het zwart. Rood of wit. Ik vind het jammer dat je hier dan geen kleur meer aan kunt passen. Dus ik ga daar ook niet voor. Met de livery wacht ik nog in ieder geval eventjes. Respray ook. Spoiler. Dit is toch geen spoiler, man. Ik laat die spoiler ook gewoon zitten ook. Ja, helemaal naar de grond toe. Je kunt er echt helemaal niks aan pimpen gewoon. Echt helemaal niks. 59 velgjes erop. In het zwart uiteraard. Oké, daar ben ik weer. Custom tires hoeft niet. Windows. Blender. Ik wil hem eigenlijk een beetje donkergrijs maken. Kijk, zoiets. Black steel. Dit wordt weer dan iets te licht. En dit wordt dan weer iets te donker. Een mat zwart. Nee, dat is het ook niet. Dit is meer bruin. Ik vind die metallic. Deze. Graphite. Dan ga ik nog even terugkomen op de. Trouwens, deze moet ook nog even black on yellow. Op de liveries. Ik vind dit al mooi, 25.000, maar dat maakt niet uit. Neo Kid vind ik nog steeds niet mooi. Je kunt er echt geen ene saus aan aanpassen. Maar misschien dat de performance wel goed zijn, daar gaan we nu achter komen.
wil niet te veel gas. Ik ga rustig naar de weg toe. Het is een SUV, zie ik nu. Dan kan hij nog wel goed vormen. Ik dacht dat het eigenlijk een sportauto was. Maar dit is dus een SUV. Ja, ga ik hem hier gewoon rijden? Nee, ik ga rechts even naar de snelweg toe rijden. Steeds niet de volle gas in. En dan gaan we kijken. Is die fijn? Is die snel? Auw. De aandrijving zit op een voorwiel. Kan nog met een stevenons werken, maar ik ben in ieder geval vertrokken vanaf stilstand. Mij is dit een top. Ik denk dat dit de topspeed is. Ik kan niet precies zien hoeveel het is. Maar we rijden. Ja, we rijden wel harder dan de NPC's, maar ook niet echt super veel harder. En dit voor 1,5 miljoen met tune erbij zit je makkelijk. Of 1,7 miljoen, sorry, op de 2 miljoen jack makkelijk. Maar kijk, dat het geen sport is, dan vind ik het beter. Want als het een sport zou zijn, dan zou die echt veel te en ook echt veel te traag zijn. Maar misschien als je dit gaat compenseren met de Toros, dat is volgens mij de snelste SUV in de game nu. Dat hij het misschien, ja, ik denk niet dat hij het wint, maar dat hij het nog redelijk bijhoudt in ieder geval. De Toros is in ieder geval 500.000. Dus kaakzakker. Ga ik in ieder geval even de strand op en dan ga ik even bijpraten. Het is in ieder geval een mooi familieautootje. Dat in ieder geval. Alles gewoon open. Mooi. Ik vind hem mooi. Ik ben even uit pest mode gegaan. Zodat ik even kan kijken met de zaklamp. Maar koop je hem puur en alleen voor het racen, zou ik hem echt niet kopen. Of in ieder geval voor het rijden ermee. Koop je hem voor de looks, dan zou ik het nog wel doen. Misschien ook nog wel met die speciale livery erop. Kijk, motorblok is natuurlijk ook echt zo'n standaard als maar zijn kan. Het interieur is op zich niet heel erg verkeerd. Zou ik hem kopen voor 2 miljoen? Nee. Het is het. Nee. Ik zou het echt niet doen. Kijk, en zou je nou nog lager aan de grond kunnen zetten, was het absoluut je geld waard. Maar ik zou het echt niet kopen. Nee, dit is echt een no-buy. En kijk, als je... Dit is nu echt gewoon een vlakke rood. Een vlakke weg, sorry. En als ik dan nu optrek, dan heeft hij 0,0 wheelspin. En hij trekt hem redelijk snel door. Maar het punt is gewoon dat als je hem gaat uittesten op andere SUV's, dat hij er dan echt gewoon easy game verliest. Um.
Maar hier kun je op zich wel goede parcours races mee maken. Wallride races zou ik hier echt niet meer gaan doen. Maar parcours races... Oh, ja, goed. Parcours races zitten hier echt, echt makkelijk goede tussen. Maar goed, nogmaals, ik zou hem niet kopen als je hem gaat kopen voor de performance. Anders is het nog een ander verhaal. Maar dat is mijn verhaal. Als jullie hem anders hadden getuned, als jullie hem wel gekocht hadden en jullie vinden het anders van, laat het natuurlijk even weten in de reacties. Maar ja, dit zijn mijn bevindingen ervan. En ik vind het wel echt, echt mooi. Alleen jammer dat je niet veel kan aanpassen en dat die niet overdreven snel is. Dus ik wil jullie even bedanken voor het kijken naar deze video. Als je deze video dan leuk vond, doe je natuurlijk even op de duimpje. Maar ook vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zeg ik bedankt voor het kijken. En tot weer in de volgende video. Houdoe!